Op dit moment wordt er veel geboden boven de vraagprijs. En dan is de vraag vaak, ja maar wat als die taxatiewaarde lager uitvalt dan wat ik ervoor heb gegeven? Hou dan rekening mee dat als een taxateur zegt, ik vind het 5000 euro minder waard, dat je die 5000 euro simpelweg vanuit je spaargeld moet bijleggen. En dan moet je dus ook nog rekening houden met je kostenkoper. Die varieert vaak, wat ik zie, tussen de 7000 en de 12.000 euro. Als jullie meer willen weten, check de website adviesvlogs.nl of check mijn YouTube-kanaal, ook Adviesvlogs. Ik zie jullie graag bij de volgende video.